samenwerking met Tom is, denk ik, voor iedereen van ons redelijk goed. Maar perfect eigenlijk. Je weet wat je aan Tom hebt. Het is iemand die weet over wat hij praat. Tegenover ons, als hij iets speciaals wilt uitlegt, weten we wel dat hij er echt mee bezig is. Dat is wel een voordeel als je weet hoe je materiaal functioneert en hoe alles perfect werkt, als ze er zelf kunnen aan werken. Ik denk als ze een kader heeft dat materiaal aan Tom, dat hij wel volledig in staat is voor hem perfect zelf op te bouwen. Tom is niet echt iemand die begint te roepen en te tieren. Is eigenlijk meestal nog de rust zelf op het moment dat dikwijls in de wagen stress is, kan Tom dikwijls wel door de wedstrijdtoertjes bijsturen. En ik denk dat dat wel ook gegeven is aan grote renners van kalm te blijven op momenten dat dan een ander eigenlijk teelt aan het slaan is. Je bent eigenlijk verantwoordelijk voor die fiets en je hoopt dat allemaal goed blijft. Ja, mechanische pech kan altijd, maar je mocht dat niet dromen dat van dat afhangt. Allee, dat van de fiets gaat afhangen. Ik zeg, een lekke band, maar geen breuken, dat is het bijzonderste. Dat je wil niet dat er iets misgaat door de fiets, maar het is natuurlijk nooit uit te sluiten. Van Tom weten wat hij wil voor ik ben, maar dat is een beetje van iedere wedstrijd. Als dat nu Vlaanderen is of Gent-Wevelgem of Roubaix, moet de fiets in orde zijn. Het is niet specifiek dat hij dan nog nerveuzer is of hij laat het zeker niet blijken tegenover ons. Hij is er meer mee bezig dan een andere wedstrijd en nu 9 april, ja, ik zeg, dat gaat nu heel speciaal zijn. Het is de laatste kans om die 5e Roubaix te winnen. Hopelijk mag het ook gebeuren dat zij wint en dat we geen pech kennen die dag.